een heel slechte start van ons. Veel te slap gestart, veel foute passings, verkeerde keuzes gemaakt. De tweede helft was iets beter, maar ja, niet goed genoeg. De eerste helft was goed, we waren de betere ploeg, scoorden vlot, namen onze kansen efficiënt. Alleen de tweede helft gingen we niet gewoon met hun druk en nemen we niet de juiste kansen. Dus speelden we geen goede tweede helft. Ja, het zal moeilijk worden, want we zitten met een heel grote ziekenboeg op het moment. Maar dat is eigenlijk geen uitvlucht. We hebben genoeg talent om dat te kunnen oplossen, denk ik.